Ja, de uitslag van de suikerbieten. De cijfers zijn binnen. Echt gigantisch. Wat een uitslagen hebben jullie gegeven. Hallo, leuk dat jullie weer kijken. Het seizoen is weer begonnen. Aardappels afleveren. De eerste containerladen voor Italië. De eerste pallet zat erin. Ja, weinig van te zien. Bietenladen. Suikerbieten zijn weg. Dus het is wachten op de gegevens, de kilo's, suiker en de tarra. Dat hoop ik morgen binnen te krijgen. Eerst deze auto laden en dan verder met musica sorteren. Die heb ik er bijna door. De ploeg die staat weer klaar. Ja, hij ziet er niet uit. Hij is hartstikke verroest. Hij heeft bij het mechanisatiebedrijf een aantal dagen buiten gestaan. Dus het blank is eraf. Maar een paar rondjes ploegen en hij is weer blank. Waarom heeft hij bij het mechanisatiebedrijf gestaan? GPS, ja, daar hebben we al wat mee gehad. Wij ploegen natuurlijk al 15 jaar met GPS. We zijn begonnen met trekkers die waren niet voorbereid. Wat moest ermee gebeuren? Er werd een hydrauliekblok opgezet. Een stuursensor. Een voeding voor de ploeg, extra ventielen voor de ploeg, bekabeling. Een gyroscoop in de trekker, TM200, een modem, een scherm en een dakantenne. Ondertussen is dat al twee keer gewijzigd. En wat overkwam me nu van het voorjaar? De modem 2G, ja, werkt niet meer. Eerst werd de ploeg aangestuurd met het hydrauliekblok wat op de trekker zit. Maar sinds dat de voorbereide trekkers zijn af fabriek, GPS, kon dat niet meer. Dus er is toen een hydrauliekblok opgebouwd. Nu de modem 2G niet meer werkt, moest allemaal nieuwe bekabeling in de cabine. Dus ik heb besloten, Trimble GPS weg. En we gaan af fabriek GPS Novatel verder. Maar dan moest dit blok aangestuurd worden. Isobusbesturing. Een nieuwe ploegbesturing moet erop. Oude ploegbesturing weg. Weggegooid, want dit is allemaal niks meer waard. Eén stekker, isobus en de hydrauliek van de trekker. Het systeem is nog gewoon steeds hetzelfde. Alleen de aansturing is veranderd. Ja, de uitslag van de suikerbieten. De cijfers zijn binnen. Echt gigantisch. Wat een uitslagen hebben jullie gegeven. Nou, er zaten een paar heel erg dichtbij. En heel erg ver af. Het was natuurlijk ook ontzettend moeilijk. Eerste gegevens van de tarra. Jorian Uiterwijk zat hij heel dicht in de buurt en Dreetje met 10%. De suiker. Walter van Dijk en Jorik Andriga
die hadden suikerpercentage geschat op 18,2%. Beide. Knap hoor. Nu de netto tonnen per hectare. Thijs Spierings en Brakman, die hadden allebei 130 ton. Supergoed geschat. Maar degene die echt met alles het dichtst erbij zat, dat was Brakman. Brakman kwam op 18% suiker. En op 7% tarra. Wat zijn nu de echte getallen? Suiker 18,12%. Tarra 6,9 plus die 3 is 9,9. En de netto bieten 128 ton en 500 kilo. En waar komen we dan op het totaal aantal suiker? Het is echt gigantisch. Ik geloof het zelf bijna niet. 23 ton en 280 kilogram suiker per hectare. Brakman, die zat het dichtst erbij. Gefeliciteerd. Echt super. De tarra die valt mij lichtelijk tegen. Maar alle bieten worden op dezelfde manier getareerd. Dus daar zit ik niet zo mee. Echt een geweldige opbrengst. En bedankt voor alle reacties natuurlijk. Super. Dan rijden we nu even naar buiten om GPS-ontvangst te krijgen. Oké, start van ploegen. Start van het perceel begin je eerst met de trekker op de GPS te rijden. Ik heb er nu een lijn op zitten, dus we gaan rijden. De ploeg naar beneden. Anders registreert hij niet. Dus de eerste gang op GPS van de trekker. Eerste gang ploeg op GPS klaar. Even richting omhoog. Stop die met registreren. Keren. Dat is nu nieuw bij deze ploeg. Als ik hem keer. Er zit een sensor op de ploeg. Dus hij geeft u ook aan dat die gekeerd is. Ik sta nu in de gang daarnaast met het rechterwiel in de voor. De ploeg is gewenteld. Ik laat de ploeg zakken. Nu moet ik de ploegbesturing aanzetten. Start. Hij staat exact goed. Dus als ik ga rijden. Gaan we eens kijken wat er gebeurt. Kijk iets naar rechts, dus het geploegde op, zou die breder moeten gaan ploegen. Nou, dat doet hij. Dus volgens mij werkt het. De breedte kun je heel makkelijk instellen nu. Hij staat nu op 42 centimeter per rister. Dus dat is veel makkelijker met deze ploegbesturing.
even bij de Senkrop mee te kijken. Afgelopen week 50 mm regen gehad hier. Dus het moet nog wel even drogen voordat we kunnen wortels rooien. Nou, dat hoop ik toch binnen 2 weken te gaan doen, maar dat gaan we zien. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.